Hallo, ik ben Bart Roggeman, ben al 27 jaar leraar op het PITO en geef aan 7CPT Labo Proceschemie en Automatisatie. Daarnaast ben ik stagebegeleider voor zowel de jongeren van de duale als van de klassieke CPT-klas. In het labo leren we in kleine groepjes metingen uitlezen, regelaars instellen en proceschemische installaties bedienen. De leerlingen die deze richting kiezen, dromen ervan om later een job te doen als procesoperator in de chemische of petrochemische sector, in de haven van Antwerpen en zijn geïnteresseerd in techniek en toegepaste wetenschap. In de richting chemische procestechnieken word je echt ondergedompeld in alles wat met proceschemie te maken heeft. Je hebt dus veel toegepaste wetenschapsvakken als toegepaste chemie, toegepaste fysica, meet-en-regeltechniek en veiligheid. En natuurlijk niet te vergeten ook veel labo-uren om de theorie in de praktijk te zien. CPT kan je op onze school volgen via het klassieke traject, waarbij alle leerstof wordt uitgelegd in de klas en je naast 23 lesweken 10 weken op stage gaat in 2 blokken van 5 weken. Tijdens deze stage word je begeleid om een procesinstallatie te leren door een mentor van het bedrijf en een stagebegeleider van de school. Bij het duale traject van de Sensei-opleiding Chemische Procestechnieken volg je maar 18 lesweken op school en heb je 15 stageweken op het bedrijf. Daarbij leer je het stuk toegepaste leerstof op het bedrijf en word je daarin begeleid door een mentor van het bedrijf en een stagebegeleider van de school. Naast het leren van de procesinstallatie van je eenheid zal je via werkplek leren een stuk schoolse leerstof in de praktijk leren. Beide trajecten, klassiek en duaal, zijn bedoeld om op één schooljaar tijd alles te leren wat nodig is om de job van procesoperator uit te voeren. Je krijgt dus echt een massa info over je heen. Tijdens de stages ga je echt dingen leren, terwijl je de job uitoefent op één van onze bedrijven, waarmee we als partners samenwerken om jullie een goede opleiding te geven. Op die samenwerking met de chemische sector mogen we ook trots zijn. Met veel bedrijven die stages organiseren, werkt PITO ook al jaren samen. We weten van elkaar hoe we het co-leren moeten aanpakken. Om in deze richting te starten, moet je je aanmelden. We doen namelijk een gesprek met jou, vooraleer we echt inschrijven. Zo willen we er zeker van zijn dat jij met de juiste verwachtingen aan de opleiding begint. En we willen van jou ook wel weten wat je denkt dat de opleiding inhoudt. Wil je meer weten over deze richting? Meld je dan aan voor een chatsessie of kijk wat verder op onze website. Ik hoop in elk geval dat je zo een goed beeld krijgt over chemische procestechnieken op het PITO en misschien zie ik je binnenkort in mijn klas. Tot ziens!